hierheen. Geef me de bal. Willy? Ja, doe maar. Gooi de bal naar Willy. Doe het nu. Wat? Oké dan. We rekenen op je. Je komt er niet voorbij. Weet je wat een held is? Iemand die je tegen slechteriken opneemt. Wow. De bal voor een watermeloen verwisselen en vals spelen. Daar is echt niks heldhaftigs aan. Hou hem tegen! Ik keek naar jullie op, Mo Benga en Bright Noble. Maar jullie hebben me teleurgesteld. Aan jullie werk over de heldhaftige daden van Silky Nana heb ik altijd veel plezier beleefd. Ik had nooit kunnen bedenken dat jullie die haar gemaakt hebben zelf zulke lafaards zouden kunnen zijn. Jullie moeten jullie excuses aan haar aanbieden. Hey, hoe durf je me midden in een vlammend betoog aan te vallen? Je bent nog erger dan je teamgenoten. Wow, daar komt Willy Glass als een vloedgolf van glas. Hij snijdt als glas door zijn tegenstanders. Eindelijk komen we ergens. Ik snap niet wat er gebeurd is, maar dit is fantastisch. Wat er ook gebeurt, laat hem niet schieten. Snel jongens, de geheime truc. Waarom doen jullie dat nou? Het helpt nu toch niet meer. Dit is de ultieme tactiek van de nerds. Geef het op, jullie zijn helemaal geen nerds. Geen nerds? Een nerd is iemand die een bepaalde vaardigheid leert beheersen met een eerlijk en oprecht hart. Maar jullie overtreden de regels en spelen vals. Jullie hebben het recht niet jezelf nerds te noemen. Ik ben weg hier. Hier, Kevin. Gebruik drakenpoeier. Waarom? Ik krijg net een idee. Oké dan. Drakenpoeier. Schuiven toe. Heeft de baan van Dragonfly's drakenpoeier veranderd en kopt de bal in het net. Raymond maakt gelijk in de laatste seconde. Ik noem het de glaspoeier. Willy! Ik laat de rest aan jou over, Bobby. Goed. Waarom heb je dat gedaan? Huh? Moet je kijken. Je bril en alles is helemaal kapot. Ik wilde jullie heel graag de ogen openen. Omdat ik hetzelfde ben als jullie. Voetbal is een leuk spel, weet je. Meneer Glass, je bent een inspiratie voor ons. Van nu af aan zullen we het spel eerlijk en oprecht spelen. We zullen proberen meer zoals jullie te zijn. De helden van Raymond Junior High. Het is nooit te laat om eerlijk te spelen. Willy heeft zich opgeofferd om gelijk te maken. Laten we deze...